lekker rommelen in je keuken als je niet echt weet wat je daar eigenlijk moet gaan doen. Ik vind dat heerlijk om te doen, want vaak weet ik dan toch nog van niets iets te bereiden. Deze keer lag er een zak krieltjes, een aubergine en een blik escargots. Maar wat moet je daar in vredesnaam van brouwen? Nou, let maar goed op, want ik kreeg het toch weer voor mekaar hoor. Een Saans tapasmenu. Het leuke aan zo'n tapasmenu is dat het niet allemaal tegelijk gereed hoeft te zijn. Na elk lekker hapje bepalen we dan of en waarmee we verder gaan. Tijdens het snuffelen in de kasten dook er dus een blikje escargots op. Ik bedacht me geen twee keer. Daar hoort roomboter bij. En in hetzelfde schaaltje een geperste teen knoflook. Dat schaaltje vol verhitte ik voor in mijn oventje. Dat ziet er dan zo uit. In deze hete knoflookboter legde ik een 6 of 8 uitgelekte escargots. Overigens, er zitten er 24 in zo'n blikje. Ik goot een paar eetlepels Ricard, een lekker anijsdrankje uit Frankrijk, bij de escargots. Uit mijn achtertuin oogste ik een bosje platte peterselie. Dat hakte ik fijn. Daarvan deed ik een beetje bij de escargots. Verder nog een beetje mozzarella. Wat grof gemalen zwarte peper. En een beetje gemalen zeezout. En toen konden de escargots de oven in om 15 tot 20 minuten onder de grill te liggen zonnen. Na het grillen is dit het resultaat. Escargots met Ricard serveer ik gewoon met wat stokbrood of afpakbrood. De aubergine die ik had liggen, sneed ik in 2 centimeter dikke stukken. Ik nam me voor om ze te stoven en daar hoort een half gesnipperd uitje bij. En de ervaring leerde me dat aubergine met een beetje tomaat of tomatenpuree erbij prima combineert. In mijn pan verhitte ik flink wat olijfolie. Daar fruitte ik de uitjes in. Er ging ook wat gesneden of geperste knoflook bij. En dat allemaal op gematigd vuur. Vervolgens dook ik een tomaat op die ik in kleine blokjes sneed. Dat kon meteen bij de ui en knoflook meebakken. En toen ze zacht werden, deed ik een lepel van de tomatenpuree erbij. De stukken aubergine legde ik daar bovenop. Intussen strooide ik wat zwarte peper eroverheen. Na een paar minuten keerde ik de aubergines. Dat doe ik een paar keer om te voorkomen dat de tomaten en tomatenpuree eronder gaan aanbranden. Gaandeweg voeg ik er wat opgeloste bouillonpoeder of verpulverde bouillonblokjes bij. Ook omdat de aubergine veel vet en vocht absorbeert. Dan is het nog een kwestie van zachtjes laten sudderen totdat de aubergine boterzacht is gestoofd. Hier kan ik echt van genieten. De zachte aubergine zuig je smakelijk naar binnen en het combineert prima met een broodje of aardappeltjes in welke vorm dan ook. En ook rijst gaat er prima mee.
lag ook een zakje verse nieuwe kwieltjes. Die hoefden in eerste instantie alleen maar in water. Ik kookte ze daarin half gaar en deed ze in een schaaltje met een beetje roomboter ertussen of eroverheen. Daaroverheen strooide ik wat gehakte rozemarijn en gehakte uitjes. Zout en peper eroverheen, een beetje kneuzen met een stampertje of vleeshamer en dan de oven in op pakweg 200 graden. Laat er nou ook een half pondje octopus in mijn koelkast liggen. Het lag niet in de planning. Maar nu ik toch aan het experimenteren ben, kan dat er ook nog wel bij. Die inktvis was dus de klos. Ja, en goed ook. Want niets is opgewassen tegen een flinke dosis knoflook en olijfolie, zout en peper en wat gehakte tuinkruiden zoals salie. Die salie hakte ik en hield hem nog even apart. Maar de octopus sneed ik in stukjes en wentelde ze door de knoflookmarinade, waarna ik de stukken in een grillpan een paar minuten grilde op half hoog vuur. En toen de krieltjes uit de oven kwamen, veranderde het plan een beetje. Want ze werden uiteindelijk met de gegrilde octopus gecombineerd tot een lekker gerechtje dat wel paste in het tapas-idee dat door mijn hoofd speelde. De salie strooide ik met een lenteuitje over de nog hete aardappeltjes en octopus heen. Zo kwam het die zondagmiddag toch nog goed. Met een beetje fantasie, improviseren en een redelijk gevulde voorraadkast kom ik een heel eind. Maar met een boodschappenlijstje van al dit lekkers kun jij ook meteen in één keer alle benodigdheden in huis halen voor je mini Zaans tapasmenu.